Het zijn kinderen die seksueel misbruikt zijn, die vangen we op. En kinderen met heel ernstige verwaarlozing. We hebben hier een meisje, ze is 15 jaar. Ze heeft al 3 keer een abortus gehad. En ze is hier, de laatste tijd merken we dat ze eigenlijk weer laat thuis komt uit school. Dus ze zijn bang dat er weer iets aan de gang is. Om die problemen goed aan te pakken hebben ze hulp nodig. Steve Oki heeft een pedagoog in dienst en 1 keer in de week komt er een orthopedagoog. Maar er is ook dringend behoefte aan een psycholoog. Alleen die kunnen ze niet betalen. Financiële steun is dus hard nodig. Omdat we een stichting zijn die dus afhankelijk is van donaties, giften. We krijgen namelijk geen subsidie van de overheid. En de doelgroep die wij hier hebben, die heeft eigenlijk professionele hulp nodig. En dat komen wij dus tekort. De Rotary Club Amsterdam Arena springt te hulp en organiseert op donderdag 20 juni in Theater De Omval in Diemen een speciale avond. Vertelt Patricia Zwiet van de Rotary Club. Het wordt een prachtig benefiet. Met als hoofdact hebben we Arturo den Hartog. Fantastisch werk als je kinderen die dat nodig hebben, de nodige ondersteuning kan geven. En we hebben natuurlijk een spoken word artiest, Ernoël Campbell. Zij is opkoming, vrij jong. En ze vindt dit onderwerp ook heel beladen. Als we dat voor die kinderen kunnen betekenen en daarvoor kunnen zorgen, dan doen we denk ik iets heel moois. En dus doe ik dit met alle plezier. Nou, ik juich het heel erg toe. Ik ben heel erg blij dat er in Nederland toch wel groepen zijn die zich zorgen maken over de benarde situatie, moet ik zeggen. Waarin heel veel jongeren zich bevinden op dit moment. Ik vind het leuk en ik wil jullie bedanken waarvoor dat jullie wat jullie voor ons gaan doen. We streven in ieder geval om boven de 10.000 uit te komen. Je gaat helemaal stralen. ja, zeker. Ik straal en ik hoop dat het resultaat ook stralend zal zijn.